Moody. Moody staat hier te chillen. Moody? Waarom staat Moody hier te chillen? Ik weet het niet. Yo, wat dan mensen, welkom bij een nieuwe Magie Survival nummertje 5 en 80. Dames en heren, wat leuk dat jullie kijken. Voor alle nieuwe mensen die kijken, welkom. Welkom bij de Magie Survival, de enige YouTube survival serie die magie gebruikt. Ja, ja. En niet zomaar magie. Laat maar eens even wat zien, schatje. Wat zal ik doen? Ik zou zeggen... Die... Oh, de heel. Ja, ja, dat is een mooie. Dat is een klassieker, zeggen ze ook wel. En zou je ook kunnen zweven? Kan je zweven? Oh, kijk. Ja, niet roestig hoor, dames en heren. Doet ze gewoon eventjes. Dat kunnen we gewoon. Doen we gewoon even. Hey, hartstikke leuk als je kijkt. Ja, mocht je dus nieuw zijn, laat even weten in de comments. Ik ben benieuwd van de mensen die afgelopen maand zijn begonnen met kijken. Want ik las toevallig dat een aantal van jullie nieuw zijn en zijn gaan kijken. Dus welkom. Ik hoop dat je een beetje het verhaal allemaal kan volgen. Over hoe wij de schaduwen moeten verslaan in deze wereld. Hoe wij allemaal spreuken leren. En ja, eigenlijk van alles en nog wat. Toch? Ja. En onze magische duikplanken. Ja, ja. Ik bedoel, dat is toch wel mooi. Daar gaan we straks nog eventjes opstaan. En onze magische Hall of Fame. Ah, het is zo handig, jongens. Echt, ik zou niet meer weten waarom je een normale survival zou uploaden als je ook gewoon magie kan gebruiken in je survival. Het leven is zoveel makkelijker. Maar echt, we spelen eigenlijk een beetje vals, lijkt het haast. Nee, want we hebben hier hard voor gewerkt. We hebben die spreuken allemaal zelf geleerd. Dus dit zijn we zeker waard. Alle lessen die we hebben gevolgd. Absoluut, ja. En iedereen van jullie die natuurlijk aan het kijken is, hopelijk mensen in de hashtag Bellsquad, mensen die het belletje aan hebben, zoals, nou ja, van die fanatieke kijkers zoals Aniek, en hier Urhard, en Cody, Ella, Jadaika, oh jeetje. Ik weet nog wel dat ze zei dat ik het wel goed zei in de aflevering dat ik het op het bordje zette, maar deze keer, weet ik niet zeker. Hé hey jongens, we gaan weer een hele leuke dag hebben. We zijn net terug van het huis in het echte leven, waar we aan het verbouwen zijn. Dus we zijn de hele dag druk bezig geweest. Eigenlijk een beetje Minecraft in het echte leven, hè? Ja, zeker, want we zijn ook... Oh, ik moet even video gebruiken, want ik verpest alles hier. Maar daar zijn we inderdaad ook echt gewoon een huisje aan het bouwen. Echt letterlijk, ja. We hebben de vloeren eruit gehaald, de hele muren zijn we helemaal mooi glad aan het maken. Ja. Dus dat gaan jullie ook sowieso op mijn lifestyle kanaal, op mijn persoonlijke kanaal, gaan jullie dat ook nog allemaal zien in een hele leuke vlog die we hebben opgenomen. Maar daar zijn we eigenlijk net van terug en ik rockte lekker mijn, bam, nieuwe W-t-shirt, de 3D W-print. Heel vet, we hebben echt een hele vette techniek gebruikt om deze W te printen. Hij is heel dik. Zoals je hem, een aantal van jullie hebben hem al gekocht trouwens. Want hij is nu net 2 dagen, is hij beschikbaar? Ja, zoiets. Zoiets, 2 dagen. Dus jullie zullen het wel zien dat het echt een hele toffe, dikke print is. Mocht je hem nog willen scoren, wees er op tijd bij. Want hij is dus net 2 dagen uit. En nu hebben we alweer maten die nog maar 2 stuks over hebben. Het is altijd gek huis. Dus als je het nog wilt, check het eventjes. Donorshop.nl, heerlijk voor de zomer. En oi. Dan denk ik dat ze deze week dan opgestuurd worden, toch? Ja, zeker weten. Dus dat is helemaal mooi. Hé, we hadden nog een taakje dat al een tijdje te doen stond. Ja. Het heeft te maken met een beetje gebeh en gemoe. Moeten wij niet eerst ons pakje veiligstellen? Want we komen natuurlijk net uit de wipeout. Oh ja, dat is waar, ja. Oh, dat was zo'n leuke aflevering, jongens. Maar we hebben onze spulletjes nog helemaal niet... Nee, die moeten we eventjes omwisselen. Ja, laten we die fixen. En wat ook heel belangrijk is... Ja? Jij hebt iets in je handen wat ik niet meer heb. Oh, de totem. Ja. Oeh, maar dat is niet goed dat jij die niet meer hebt. Ja, ik weet het nog inderdaad. Oh, ik heb hem neergegooid bij de deur. Oh, wil jij hem niet? Nee, maar jij moet gewoon ook... Nee. Nou, dan moeten we even een nieuwe voor jou gaan kopen, hoor. Ik denk ook wel dat dat een goede is, ja. Maar inderdaad, het wipe-out. Oeh. Dat ging dat was niet echt goed. Wel... Nee, jongens. Ja, de video was niet bij iedereen aangekomen. Ik zag het... Dat veel van jullie hem niet in jullie inbox hadden gekregen. Dus check hem zeker nog even. Eerste linkje in de beschrijving als je hem nog niet gezien hebt. Want we deden een lava wipeout parcours. Er waren allemaal bewegende elementen die we moesten ontwijken. Zo, het was echt helemaal gekke huis. Ik pakte er niks van. Ja, maar het was ook wel echt eventjes heel naar, hoor.
Het was echt zo moeilijk. Hé, hey, ik zie nu net de Enf. Oh, hij is hier. Ik wil graag mijn Elytra maken, want die is bijna kapot. Dat moet dan met Laps Lazuli en... Leather. En ik heb hier trouwens net nog een totem gevonden, dus... Ik heb ook nog een totem, net. Oh. Of, nou. Ik heb hem weer... Oh, ik had hem weer teruggezet. Hier in de kist, toch? Ja, ik had hem hier gevonden. Tjik, tjik, tjik. Hupsakee. Dan, heb ik er weer één. Nou, dat is heel fijn. Zal ik je een backup geven, mocht het weer fout gaan? Hupsakee. Eigenlijk moeten we er gewoon 50 voor je kopen, of niet? Oh, nee. Nee, dat is mijn slapper. Parcours is beter geworden, maar dat was wel echt heel lastig. Dat is helemaal waar. Hey, waar heb jij je pakje bewaard? Mijn pakje die had ik in de chest gaan. Ik heb hem al aan, hoor. Oh, nee, maar meer zin je oude. Ja, nee, die heb ik inderdaad daar staan. Oké, dan doe ik die van mij daar ook bij. Ik ga denk ik wel mijn Elytra aan doen, jij? Ja, ik vind Elytra altijd chill, weet je. Als je ergens vanaf valt, dan heb je hem gewoon eventjes... En dan zou ik Levio gebruiken. Precies. Zo, ik neem even wat dingen mee. Want wij hebben een hele tijd geleden, hadden wij gezegd dat wij de hokken van de dieren nog groter gingen maken. Oh, eindelijk, de heide. Dat is echt een tijd geleden dat we het daarover hadden. Zeker weten. Nou, laten we die gaan doen. Dus ik dacht, zeker met de zomer die eraan komt, is het gewoon wel lekker als ze een beetje mooie hokjes hebben allemaal. Het wordt 38 graden, hoor. Nou, dat bedoel ik. Dus dan, donderdag. Jongens. Dan mogen ze wel wat krijgen. Iedereen op vakantie, maar in Nederland is het bloedje eten. Dat wordt het altijd. Dan gaat iedereen inderdaad naar Spanje of naar Frankrijk of whatever. Daar plens in de regen. Yep, en hier is het gewoon 37 of 38 graden. Ja, dat wordt wel echt heel warm. Maar er gaan wel ook heel veel mensen altijd in Nederland op vakantie. Dus dat is wel waar. Zeker lekker. Als je dan is het leuk. Oh, als je dan een lekker zwembadje hebt of zo. Ja. Dat zou ik wel willen, hoor. Hoe lang wil je het hebben? Ik ben het nu een beetje aan het verlengen. Nou, ik denk dat ze mogen wel lekker rennen. Ja, hoe ver wil je het hebben? Misschien een beetje ter hoogte van dit huisje. Dat we dat een beetje... kunnen... Ja, ik denk wel hier. Ja, tot hier? Ja. Alright. Ja, is goed. Zo. En dan moeten we ze eigenlijk verdelen. Ja, we moeten... Heb je nog een paar ook voor mij? Of red je dat niet? Ik kan wel eventjes zelf nieuw maken. Dus geef ik deze aan jou. Okay. En dan maak ik zelf nog eventjes wat nieuwe. Zo. Die aan de buitenkant? Nee, het zijn weer gates. Ach, ik doe altijd de gates en de dingen verkeerd om. Ik weet niet wat dat is. Even kijken. Zo, heb ik ook weer een paar. Het gaat hard. Ja, het gaat heel hard. Als je een paar dingen neerzet, voordat je weet, is het weer weg. Oh ja. Nee, ik heb net één te ruim gedaan. Uh-oh. Wil ik zo scheven. Zo. Even kijken. Orion paper. Nog een keer. Oh jongens, je kan echt merken dat we al de hele dag bezig zijn geweest. We zijn een klein beetje gaar, maar we dachten, joh, we moeten voor jullie nog wel eventjes een magie survival maken. Omdat jullie het altijd leuk vinden. Zeker. Dat ging eigenlijk... Nou, de schapjes, die zijn al los. Ja, dat ging heel veel sneller dan ik had gedacht. Ja. Oh, je was even een robotje weer. Dat hadden we veel eerder moeten doen. Ja, dit is wel chill hoor voor ze. We hebben de waterbakken hebben we klaarstaan. Nou, dan kunnen ze in ieder geval lekker vrij rondlopen. Eigenlijk moeten we het gras nu wat netter langs het pad doen. Ah ja, hier een heggetje. Ja. Yeah. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Nou, als we dan toch een beetje het haar aan het pimpen zijn. Ze gaan er helemaal niet uit. Waarom? Hé, hey, Oreo en Peper, kom eens. Kom eens even chillen, jongens. Kom eens even chillen. Kijk hier, de schaapjes gaan er vandoor. Maar... Oreo en Peper... Dat ging ik ook weer pakken. Oh ja, de leaves. Waar zitten die? Hebben wij die überhaupt ergens opgeslagen? Ik denk het niet, hè? Die hebben we allemaal voor de bomen gebruikt, volgens mij. Ja, volgens mij hebben we inderdaad niets meer over. Zijn het oak leaves of spruce? Oak leaves, hè? Oak? Zijn dat oak leaves? Weet ik niet. Kan ik dat checken? Nee, ze zien er wel oak uit. Okay. Oké. Zo, lekker wat spruitjes meenemen. Ja, er was ook nog iets anders trouwens, wat ik ook straks nog even wil testen. Want
De laatste keer dat ik van een duikplank sprong, van de grote duikplank. Ja. Zeiden kijkers dat ze iets zagen bij de school. Allemaal soort van gebouwen? Ja, een dorpje toch? Las ik ook. Een dorp, echt? Ja, maar ja, ik heb helaas niks gezien, want mijn render distance die is niet zo ver als die van jou. Oh. Dus misschien moet ik die zakjes even verplaatsen. Ja, dat is misschien wel een goeie om dan te kunnen zien. En kan zien. Ik ook kijken wat, ja. En waar we dat moeten. Ja, ik weet het ook niet. Want een dorp, dat klinkt wel alsof het heel groot is. Waar ze het over hadden. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik hier in de buurt... Ja, ik neem aan dat ze het niet hebben over dat andere dorp met de villagers, toch? Nee, het leek wel alsof mensen zeiden dat het een nieuw dorp was. Een nieuw dorp. Nou ja, we gaan straks wel even van de duikplank. Dan gaan we het eventjes checken. Ja. Even op onderzoek uit. We moeten toch gewoon eventjes goed weten wat hier allemaal aan de hand is. Waarom zitten die schaapjes of de koetjes vast? Kom eens, koetjes. Kom. Kom maar. Yeah. Lekker weed eten. Kom. Wat zijn trouwens birch. Birch leaves zijn het. Oh, toch Anne. Zo. Volgens mij zit hij vast. Nou, de schaapjes zijn goed door. Ja. Oreo. De koeien hebben te veel gegeten, of niet? Hij zit vast. Ja, of hij heeft gewoon geen zin. Ik bedoel, koeien zijn ook lekker lui, hoor. Lekker rustig. Lekker luie koetjes. Hey koetjes, kom eens hier. Ik dit nog wel even omheen doen. Kijk nou. Kijk. Prachtig dit. Oh. Nou, de baby komt wel naar buiten. Dus dat is al een goed begin. Oh, gelukkig maar. Heb jij misschien lantaarntjes bij je? Eén. Die heb ik toevallig net kapot gemaakt. Oh, chill. Nee, dan pak ik even een paar lantaarntjes. Dan kunnen we een beetje het hokje verlichten. Ah, ja, dat is sowieso wel goeie. Zeker met al die schaduwen die altijd rondlopen, wil je niet dat het te donker is overal. Nee. Maar hebben we nog kool? Hebben wij nog kool? Nou, ik mag hopen van wel. We hebben altijd zoveel gemined. Ja, nee, heb ik ook wel. Maar ik moet zeggen, die sla ik vaak over, hoor. Ja, dat is waar. Dan ben je eigenlijk alleen nog maar op zoek naar de echte, echte goeie dingen. En dan sla je dat soort dingetjes over. Ja. Yeah. Ik ga alleen voor de emeralds en de diamonds. Natuurlijk. Kijk, ik ga nog ondertussen even wat iron blocks neerzetten. Want we waren natuurlijk afgelopen tijd druk bezig met de beacon te maken. Ja. Yep. Dus ik denk dat we daar nog wel even een klein beetje op voort kunnen borduren. Zo. Dan heb ik hier weer eventjes 16 blokken. Dat is toch wel redelijk wat. Oeh, dat is veel, ja. Ja, dat is mooi meegenomen. Ga ik die eventjes hieronder neerzetten. Want we hadden nu precies... Ja, we hadden twee ruimtes. Of twee power-ups. Dus als ik dan hieronder dit doe. En dan deze en zo. Ja, dan is dit dat hoekje. Dat moet het hoekje zijn. Zo. En dan bouwen we vanaf hier. Gaan we het even volbouwen. Nou, het is overal lantaartjes. Lekker. Hupsakee. Het is weer echt zo'n lekker productief dagje, hè? Hebben in het echte huis hebben we veel gewerkt. Dan hier in dit huis veel werken. Gewoon alles gaat gewoon vooruit. Zo. Nou, die schaapjes zijn wel echt heel blij met de ruimte, want ze zijn echt helemaal verspreid. Moet je zien. Oh ja, wauw. Het zijn ook echt veel trouwens. Ja, zeker. Ze zijn met veel meer dan de koetjes. Ja, er zijn niet heel veel koetjes meer. Nee, die moeten we eventjes goed... ik zie al babytjes ontlopen. Ja, nou, dat komt wel goed. Ja, dat komt zeker goed. Komende dagen eventjes goed verwennen. Ja, ik ga nu dan toch eventjes kijken... nu we het daarover gehad hebben bij die duikplank... waar ze het nou over hebben. Oké. Okay. Dus misschien dat jij ook even je render distance kan zetten naar... Hoeveel heb jij hem? Ik heb 22. Even kijken, dat staat bij video settings, render distance. Oeh, ik had hem echt... ik had hem op veel lager, maar nu heb ik hem ook op 22. Oké, top. Ja, en dan, ik weet niet, ik denk... Nou, we kunnen kijken eerst bij deze of we iets zien bij het kasteel. Het was te hoge, toch? Ja, maar misschien als ik mijn best... Auw, nee. Ik zag niets.
dat was mis. Dat was mis. Ik ga springen. Alright. Oh. Oké, top. Dat was een beetje mis. Ik weet niet of we eerst een beetje in de buurt ervan moeten komen dat het inlaat. En dat we eigenlijk de school kunnen zien. Oh, iemand is omhoog. Ik hoor het al. Holy moly. Nee, ik heb niks gezien, maar ik heb wel mijn... mijn Elytra. Nee, ik zie niks. Oh ja, maar je Elytra natuurlijk. Alles aan het inladen, helaas. Oké, ja. Nee, ik ga wel gewoon inderdaad een stukje met de Elytra vliegen. Misschien is dat wel gewoon het slimste. Ja. En welke kant draai je op? Want ik ben nu weer in het dorpje. Ik denk gewoon de kant van het kasteel, lijkt me. Want ze zeiden dat het bij het kasteel was, toch? Ja. Oh, je bent nog hier. Ik dacht dat jij er was. Nee, ik dacht, misschien kan ik vanaf daar een beetje het kasteel inladen. Oh, ik heb wel een stukje kasteel. Oké, ik zie nu het kasteel. Ja. Oké. Maar ik denk dat we alsnog moeten vliegen, want anders zie jij het ook niet. Dus nou, laten we gewoon een klein stukje die kant op in 3, 2, 1. Zo, jij liet mij omhoog gaan. Zo, wat zit ik hoog. Zo hoog. Nou, ik zie niets hoor. Ik zie alleen het kasteel en de tuin. Ik zie nu wel het kasteel. Ik ben net boven je. Jawel, kijk hier! Wat zit er? Oh ja! Hè? Achter het kasteel. Wat is dat nou? Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Ik ook niet. Wacht even, laten we even terugvliegen. Is dat vriendelijk, denk je? Ik ga weer terug naar het zwembad. Zo dicht bij het... Oké, kom maar aan. Dat was zo dicht bij het... Jawel. Hè? Hoe lang is dat er al? Trouwens, ik zou het kasteel, maar het is natuurlijk de school. Nou ja, de school ziet eruit als een gigantisch kasteel. Dat is waar. Hè, hoe lang... Nou, ik zit nou even te denken of we dat ooit gezien hebben. Ik niet. Een dorpje ernaast. Ja. Allemaal huizen. Allemaal huizen. Ja, nee, ik heb het niet eerder gezien. Nee, ja, ik zit ook... Ik zit te denken, want... we zitten al op best wel wat afleveringen, maar ik kan me ook niet herinneren dat ik dat ooit gezien heb. Nee. Nou, ik vind het maar vreemd, hoor. Maar je vertrouwt het niet? Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik wilde in ieder geval niet in één keer nu erheen vliegen en zo in dat dorp terechtkomen. Hallo, hier zijn we. Ja, precies. Nou ja, we kunnen even spulletjes wegleggen en dan bekijken. Zou je dat willen? Ja, laten we een kijkje nemen. Maar dan gaan we gewoon via de zijkant of zo. Misschien kunnen we vanaf het schoolplein. Ja, gewoon via de tuin, denk ik. Ja. Dan lopen we gewoon erheen. Dus ook niet in één keer zo... Yo, hallo, we komen binnenvliegen. What up? Moet gewoon iets rustiger daar aankomen. Even deze dingen hier. Het is een zooitje. We moeten het is altijd een zooitje bij ons. En dan zie ik Anderman Survival en dan denk ik echt, wat? Zo opgeruimd allemaal. Ja, maar doen zij ook net zoveel in de survival als dat wij doen? Nee, dat zijn normale survival. Precies, kunnen zij magie? Oh nee. Ja, we moeten echt de magische opruimspreuk leren. Ja, bestaat dat niet? Dat zou echt sick zijn, hè? Dat alles gewoon wordt opgeruimd. En opgekuist voor de Belgen. Ja, opgekuist. Ja, ik vind dat wel een mooi woord, kuizen. Kuizen. Ja, het is echt iets wat wij in Nederland niet kennen. Nee. Maar nou, volgens mij is het niet in Brabant dat ze dat ook zeggen. Oh, dat zou best wel eens kennen, ja. Maar in ieder geval boven de rivieren niet. Nee, ik weet het niet zeker, hoor. Opkuizen. En ook wat ik ook een mooi Vlaams woord vind, is straf. Straf, zeer dat, straf. Ja, dat is echt straf. Weet je wel? Ik vind dat wel een cool woord. En, maar dat het dan heel cool is. Ja, ja, volgens mij betekent dat het, dat iets inderdaad heel straf is. Het is heel... heel cool, heel vet, top. Heel tof. Ja. Ik vind het wel een cool woord. Een strafwoord, eigenlijk. Strafwoord is straf. Volgens mij zitten alle Belgen niet thuis. Oh. Gekke Nederlanders ook altijd. Echt. Nou, zullen wij naar de school lopen? Om even te checken wat er allemaal... Wil je niet vliegen? Nou ja, ik ben een beetje bang dat als we vliegen dat we daar zo binnenkomen stormen. Dat ze zitten zo van, yo. Nou, een beetje met Levio dan richting de school. Een beetje dat doen we altijd. Ja, oké, dat is niet raar. Het is meer gewoon dat ik niet dat dorp binnen wil stormen. Nee. Want wie weet wonen we er wel leraren of zo. Dan kom je opeens bij de leraar en dan is het van... Hallo, Wouter, Maïsje, wat... komen jullie opeens doen in mijn tuin? Dat is waar. En het leek alsof het inderdaad aan de achterkant zit. Nou, hier links is alles dicht, zie ik. Dus ik ben nu gewoon
voor de school. Ik zie jou ook daar aankomen. Ik zie jou niet. Nee, ik zie alleen je particles. Je skin die moet nog inladen. Oh, ja, zoom. Zo, de knetter ben jij snel. Yay. Alright, is het dat hier? Oh, ga je weer even vissen? Nee. De magische vijf, ja. Laten we kijken. Dat... Nu moet je toch wel een enchanted iets uitkrijgen. De magische vijver. Oh, jee. Kom op. No pressure. Kom op. Jij kan dit. Kan ik ook niet vissen. Oh. Oh, is het een magische vis? Een magisch visje. Een magisch visje. Nou, dat is altijd lekker. Even kijken, waar is... Oh, het is hier. Oh, ja. Hè, kijk, hoe hebben nou, we dit nog nooit gezien? Nou, het kan ook nieuw bijgebouwd zijn. Zou het? Het lijkt er wel op. Wow. Kijk, die muur ook. Oh, vet. Echt? Wat is dit voor plek, joh? Wow, dit heb ik nooit gezien. Hey, Moody. Hey. Moody staat hier te chillen. Moody? Waarom staat Moody hier te chillen? Ik weet het niet. Hè? Ik ben echt heel benieuwd wat deze plek is en... Wat een leuke huisjes. Ze zien er echt heel cool uit. Ja. Hey, Moody. Wauw. Vet. Check die boom ook. Oh, dat is heel cool. Nou, jongens, we gaan volgende aflevering gaan we met Moody praten. Kijken wat hij hier te zoeken heeft en wat überhaupt deze plek is. Ik ben heel erg benieuwd. Jongens, smash even dat duimpje omhoog. Check dus ook nog even snel het t-shirt mocht je hem willen. Dodoshop.nl voordat hij weer uitverkocht is. En score hem lekker voor de zomer, jongens. We zien jullie bij de volgende aflevering. Tot de volgende keer, mensen. Doei doei. Ciao.